twee deelnemers aan de missie hebben de afgelopen maanden een blog bijgehouden op de website van Omroep Gelderland. Evert Achterhuis uit Hattem en Auke Westerterp uit Ede. Ze schrijven over het dagelijks leven in kamp Kunduz, maar ook over hun rol bij de trainingsmissie. En Nederlanders in Kunduz blijven Nederlanders. Ze mopperen over het weer. We hebben soms sneeuw. De dag daarna 27 graden. Dan loop je in je t-shirt. En de dag daarna ligt er weer sneeuw. En in die omstandigheden gaan de trainingen van de Afghaanse politiemensen door. De Gelderse militairen bieden lessen zelfverdediging aan. En er wordt geoefend hoe je in Kunduz het beste auto's kunt doorzoeken. In een land waar de gevaren nog steeds groot zijn. Het is een raar land. Heel veel conflicten. Ja, waar je bijna aan gewend raakt. Bijna dagelijks krijgen we wel meldingen van aanslagen in het gebied. Mensen die overlijden, ook mensen die we kennen. Onder die omstandigheden zou je denken dat de militairen ook weer graag naar huis willen. Ik heb best wel zin om naar huis te gaan. Dan zie ik mijn familie weer en mijn eigen dorp. En mijn eigen kerk, gewoon alle dingen die me thuis zijn. Maar ik merk ook wel nu, na 5 maanden, dat dit ook een beetje als thuis voelt. Nog minder dan 2 maanden duurt de missie van onze 2 bloggers. Dan zijn ze weer thuis, in Gelderland.